Ik zit met mijn hele gezin aan tafel als mijn zoon ons gewichtig aankijkt en zegt: Pap, mam, ik moet jullie wat vertellen. Ik heb er lang over nagedacht, maar ik zet de familietraditie niet voort. Ik wil geen dokter worden. Het is mooi hoor wat artsen doen, mensen beter waken. Maar waarom voorkomen artsen geen ziekte? En wat heeft het allemaal voor zin als de leefomgeving niet gezond is? En daarnaast, er zijn al zoveel mensen op deze aarde. En kijk hoe ze met de aarde omgaan. Mensen denken dat de aarde een onuitputtelijke bron van leven is. En dat is dus niet zo. Ik vind dat mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik ga Future Planet Studies studeren. Ik schrok van zijn heftige blik, maar de boodschap was anders dan ik had verwacht. Ja, hij heeft helemaal gelijk. Waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Gezondheid koppelen aan een gezonde leefomgeving. En hij heeft gelijk, inderdaad, de gezondheidszorg is reactief, is gericht op het behandelen van ziekte en niet op het voorkomen ervan. Ikzelf heb daar enorme moeite mee. In mijn spreekkamer, als ik met mijn mensen in de spreekkamer zit, mijn patiënten, dan probeer ik ze te stimuleren om een gezonde eetgewoonte aan te houden. Ik vind dat zo ontzettend belangrijk, want al die pillen, dat is niet de oplossing. Het is een doekje voor het bloeden. Samen met mijn man heb ik een hele organisatie voor opgezet om mensen te stimuleren om gezond gedrag te vertonen. Ik heb een enorme urge, een enorme drang voel ik om dit te doen. Al is het alleen maar omdat er in over tien jaar al, elf jaar, 2030 is de voorspelling van het RIVM dat er 7 miljoen chronisch zieken zullen zijn, 7 miljoen. Wat kunnen jij en ik er nu aan doen om die chronische ziektelast te verminderen? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat, er dat 70% van de chronische ziektelast in de westerse wereld wordt beïnvloed door 10 beïnvloedbare risicofactoren, hierachter zichtbaar op het scherm. 10 beïnvloedbare risicofactoren. Dat betekent dus dat jij en ik er iets aan kunnen doen. Wij kunnen dit voorkomen. Die 10 chronische ziekten, die, die, chronische risico, of die risicofactoren beïnvloeden dus de chronische ziekte. Die chronische ziekten zijn: voorbeelden zijn diabetes, hart- en vaatziekten, dementie en. Kanker. Wist u dat één op de drie mensen in Nederland kanker krijgt? Eén op de drie. Kijk links van u, kijk rechts van u en tel uzelf mee. Eén van u drie krijgt kanker. Wat is het eerste wat in je hoofd opkomt? Als je dat hoort, naast misschien zal ik die ene zijn, dat gaat mij toch niet gebeuren. Mij overkwam het een aantal jaar geleden. En terwijl de specialist mij de boodschap bracht en de grond onder mijn voeten vandaan zakte, dacht ik: ik kanker, ik, waarom ik? Wat is er misgegaan? Ik, ik leef gezond. Ik heb nooit gerookt. Ik ben matig met alcohol. Ik beweeg. Ik heb geen overgewicht. Ja, ik heb wat stress. Maar welke ondernemer heeft geen stress? En ik eet, denk ik, gezond. Je ziet het pas. Als je het ziet. Wat heeft het voor zin om alleen om mijn eigen gezondheid en deze tien factoren te geven? Als mijn leefomgeving niet gezond is. Eet jij ook dat gezonde stukje vis. Wat vol zit met microplastic en zware metalen? Eet jij ook dat lekkere stuk vlees. Vol met antibiotica en groeihormonen. Jok jij ook? Lekker in het Amsterdamse bos. Diepe ademteugen en je ademt fijnstof in. Wist je dat in Nederland er 10.000 mensen vroegtijdig overlijden aan fijnstof? Sinds het gesprek wat ik heb gehad met mijn zoon ben ik me steeds bewuster geworden van de situatie. Ik dacht, de lucht, het water, de grond moet schoner en ons voedsel moet gezonder. Ik moet mensen wakker maken voordat het te laat is. Ik moet mensen beïnvloeden. Ik moet bewustwording creëren en gedragsverandering stimuleren. Wat is dat eigenlijk? Oh nee, we hebben een paradigma-shift nodig. Een cultuurverandering. Wat is dat eigenlijk, een cultuurverandering? In de Dikke Vandalen staat onder het woordje cultuur het geheel van voortbrengselen van een gemeenschap. Dat is interessant, want als individu maak jij onderdeel uit van die gemeenschap. Die gemeenschap zijn jij en ik, die cultuurverandering. Die maken jij en ik. Oké, okay, ook een beetje de overheid en de bedrijven en de wetenschap. Maar vooral jij en ik. Maar hoe doen we dat dan veranderen? Het lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Het geheim zit hem in kleine stapjes. Kleine haalbare stapjes. waardoor je het makkelijker vol kan houden. Als je af wilt vallen, bijvoorbeeld 10 kilogram. in hoeveel tijd moet je dat doen? Ik zou zeggen: doe een pondje per maand. Een pondje per maand is een kleine haalbare stap. die je makkelijk vol kan houden. Stel je lichaam voor. Als een boot. De een is een motorboot, de andere een vrachtschip, de andere een zeilboot. Je boot moet je wel onderhouden, want er kunnen gaten in ontstaan. Een beetje water wat erin komt is niet zo erg, maar veel water, dan kan je boot zinken. Als je die tien beïnvloedbare risicofactoren nu voorstelt als tien mogelijke zwakke plekken in je boot. Als je ervoor kiest om die boot niet te onderhouden, komen er gaten in en komt er water in je boot en dan moet je gaan hozen. Dat zijn wij artsen. Wij zijn extreem goede hozers. We hebben goede emmers, we hebben de beste hoostechnieken uh, en. We hebben de beste hoosopleidingen. Maar we blijven hozers. En met goede technieken kunnen we nog beter, sneller en makkelijker hozen. Maar het voorkomt niet dat er water in je boot ontstaat. Nee, dat kunnen alleen de booteigenaren doen. En die booteigenaren zijn jij en ik. Alleen jij en ik, en wij alle tezamen. Kunnen voorkomen dat de boot vroegtijdig zal zinken. En dat doen we dus door verandering. En hoe kunnen we het beste veranderen? In stapjes, kleine stapjes, tezamen. En belangrijk is ook om jezelf te belonen, dat is minstens zo belangrijk als je wil veranderen. En hoe weten we dat belonen werkt? Ik weet niet of je je kan herinneren. Je zit in de schoolbanken, op de lagere school, en je leraar loopt naar je toe en zegt: Hier, je schriftje. En je bent hartstikke blij, want er zit een, zit een stickertje in geplakt. Dat voelt goed, toch? Dat smaakt naar meer, dat stimuleert. In Zuid-Afrika is er een grote zorgverzekeraar die heeft onderzocht of het zinvol was om mensen te belonen voor gezond gedrag. En dat bleek te werken. In Nederland zijn we een benefitprogramma gestart. Waar mensen beloond worden voor gezond gedrag. Hoe mooi zou het zijn als we die beloning voor gezond gedrag. Zouden kunnen koppelen aan het milieu. Als de punten die je spaart voor het gezonde gedrag, zouden kunnen worden ingewisseld voor producten en diensten die goed zijn en die een ecologische footprint hebben. Hoe mooi zou het zijn als we initiatieven zouden kunnen ondersteunen door gezond te leven die goed zijn voor de aarde, waardoor we een beweging in gang zetten. Goed voor jezelf zorgen is het mooiste geschenk wat je jezelf, je omgeving en de aarde kunt geven. De beweging is al aan de gang. Doe mee in kleine stapjes, kleine haalbare stapjes en sluit je aan. Doe het voor de generatie na ons. Ik ben Sabine Pinedo. Mede-initiatiefnemer van Benefit Programma Fight op Ten. Dank u wel voor de aandacht.